We staan hier op het Fort Sint-Jacob, een van de 6 nog duidelijk in het terrein zichtbare forten, Spaanse forten, die op het grondgebied van Coeacht aanwezig zijn. Ik zeg het fort, maar het is eigenlijk een schans uit de 80-jarige oorlog. En die schans die is, dat was een eenvoudig aarden werk, meestal vierkant van vorm, waar een uitkijktoren op stond. En waar een paar kleine gebouwen op stonden voor het onderkomen van de militairen, voor de munitie, voor de proviant. En rondom dat vierkante plein lag een gracht als bescherming voor datgene wat er op dat fort gebeurde. U ziet daar midden op het fortplein ziet u nog een suggestievlak met een muurtje om te suggereren dat daar in het verleden ook echt gebouwtjes hebben gestaan. Dit is de vesting Axel, waar de staatse troepen zaten van Willem van Oranje, prins Maurits, later Frederik Hendrik. We zien hier de vesting Hulst, we zien daar de vesting Sas van Gent. En tussen de vestingen Hulst en Sas van Gent was die linie van communicatie met die 20 forten. In het midden het fort Sint-Jacob, waar we ons nu bevinden. Links het fort Sint-Jozef, daarachter het fort Sint-Levinus. Die linie die is verlaten in 1645 toen de vesting Hulst was ingenomen. De Spanjaarden zijn teruggetrokken een kilometer of twee meer naar het zuiden, waar later de grens en ook de grens met België en nu nog is komen te liggen met hier Coeacht op die grens. En die grens is ongeveer de zuidrand van de kaart. De bevolking van het eiland van Axel is protestant, is Zeeuws, zowel in zijn dialect als in zijn mentaliteit. De bevolking van Coeacht is een Rooms-Katholiek, is Vlaams in zijn dialect en is Bourgondisch van mentaliteit. Houdt van zijn kermissen met een lekker potje bier. Dat heeft dus alles te maken met deze linie en het water wat er tussen deze linie en Axel altijd is geweest. Hier was dus meer dan 200 jaar twee keer per etmaal eb en vloed. En in die 200 jaar is er natuurlijk een hele afzetting geweest van lichte kleigrond. Dat noemen wij nieuw land en dat is het oude land. Het nieuwe land dat bestond dus uit lichte kleigrond. Je ziet dus ook in het nieuwe land dat het mooi egaal is en dat het erg vlak is, ook nog helemaal open. En in het oude land zie je dat wat meer hobbelig is. Hier is het ook zandgrond. Het is doorsneden met kreken en sloten. In het nieuwe land, in de nieuwe polders met een lichte klei die uitermate geschikt waren voor het verbouwen, telen van vlas, werd het vlas gezaaid, verbouwd, geoogst en dan werd het daar naartoe gebracht en in Coeacht werd het verwerkt. 80% van de bevolking van Coeacht was 50 jaar geleden nog afhankelijk van de vlasbewerking. En je ziet dan hier langs de dijk nog één van de overgebleven grote vlasbedrijven uit Coeacht.